Okay. First of all, we organized this kind of workshop, but it was together. It was initiated by Bagdagul of Rotary Kantersteen, and then together with Elizabeth, Lydia, and myself, was a bit of thinking on, the question came on how to be a vibrant club. How can we give some maybe tips and tricks? Oh, shall I continue in English? Or because I just took over the English, I'm very sorry. Ou est-ce qu'on continue en français et néerlandais? En français et néerlandais, je fais un mix de deux. Parfait. Désolée, je ne recommence pas. Mais voilà, donc on était à quatre. Et la question est un peu comme Bagdagul vient de Rotaract, de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut oui, vibrer hein, un peu notre club? Donc on a un peu réfléchi là-dessus. Est-ce qu'on peut passer sur Presenter's Mode? Parfait, merci. Donc la première question qui est venue, c'est qui veut encore en fait rejoindre aujourd'hui Rotary? C'est pas notre question qui est venue, wie wil er vandaag nog bij Rotary? Maar dan kom je al heel snel op een aantal artikels en het is een heel uitgebreid artikel dat verschenen is van wie wil vandaag de dag nog bij Rotary of bij Lions, want het wordt eigenlijk in één mond genoemd, het is niet specifiek Rotary. Waar een heel aantal vooroordelen uiteraard, maar ook een aantal realiteiten waar we eventjes dieper gaan ingaan. Et c'est de poser la question, oui, qui veut encore passer énormément de son temps ou donner de son temps à la société en fait? Qui veut rejoindre un club qui a la perception d'être uniquement des vieux monsieur, uniquement des avocats notaires et des trucs comme ça? Ce n'est pas moi qui le dis, c'était écrit ici dans cet article. Donc quelques faits quand même, dus enkele feiten. Het aantal, zelfs al is het nu gestagneerd, is over een aantal jaar het aantal leden toch gedaald. Hebben we deze ochtend ook gezien in de grafieken. Het motto dat er was van eens lid, altijd lid, zorgt voor vergrijzing. Dat is gewoon een feit. Is dat positief of negatief? Je hebt hele goede, zeer positieve, zeer actieve 70-plussers. Net zoals dat je min 40ers hebt die veel minder actief zijn. Dus, maar het is gewoon een feit. Het is gewoon een aantal feiten die we naar voren brengen zonder enig vooroordeel. Het is ook wel een feit dat heel wat clubs, niet allemaal, maar toch heel wat clubs, kampen met het vinden van nieuwe leden. Om diverse redenen. Voor sommigen is het gewoon te duur, te tijdsintensief. Er zijn allerlei redenen, maar dit is gewoon het resultaat ervan. Er zijn ook ten opzichte, als je de hele community bekijkt, weinig vrouwen in percentage. Of ook jongeren. Dus daar blijft toch wel een werkpuntje. En er is ook nog altijd wat we heel vaak horen en heel vaak lezen, is die minimum aanwezigheid die toch gevraagd is, die toch wel tijdsintensief is, waar gevraagd wordt elke week naar die vergadering te gaan, waar het, en dan spreek ik niet alleen voor vrouwen, voor mannen geldt dat evenzeer, het is gewoon arbeidsintensief te koppelen met waarschijnlijk een professionele carrière, ook nog een gezinsleven daarnaast, je hebt nog familie en vrienden. Dus om dat allemaal te combineren, wordt het eigenlijk toch wel een opdracht. D'un autre côté, nous comme Rotariens, on est très très fiers de nos valeurs et de ce que nous on fait en fait pour la communauté. Parce qu'on fait énormément de choses et nous, on le sait et nous, on en est très fiers. De l'autre côté, quand on regarde la perception de l'extérieur, de ce que tous les autres pensent des Rotariens, ben, ça reste un peu quand même un petit club pour les hommes, hein, un peu de networking. On en fait un petit peu, mais surtout on va bien manger, on va bien rigoler, on boit un petit verre. Ça reste quand même pour les gens qui ont une profession, je dirais un peu plus haute, un peu plus importante, avocat, notaire, je recommence à chaque fois avocat, notaire, mais il y a les CEO bien sûr des sociétés, mais ça c'est un peu ce qui est vu d'externe. Néanmoins, quand vous voyez ce que Rotary réalise à nouveau chaque année, c'est quand même, nous investissons plus que 270 millions de dollars. C'est quand même un montant énorme. On fait plus que, même plus important, 45 millions d'heures de volontariat. C'est quand même encore plus important que le montant qu'on donne. Wereldwijd, ja, Rotary connects the world. We zien het hier ook juist met onze spreekster. Je leert mensen kennen, je leert andere ideeën, andere culturen kennen. We hebben Youth Exchange Program, we hebben Rotaract. Dus we hebben heel veel dingen. Waar wij uiteraard, die wij weten, die jammer genoeg de buitenwereld, merken we toch wel niet genoeg weet, maar dat wij wel weten en waar we toch wel heel fier op zijn. Dus hoe gaan we nu eigenlijk onze realiteit en de perceptie die er leeft, want het gaat om puur over perceptie, want onze realiteit is er wel. Moest die er niet zijn, dan hadden we een veel groter probleem.
Maar hoe gaan we die gap tussen die twee nu gaan sluiten? En dat is een beetje waar we hier over deze namiddag willen samen met jullie nadenken. We hadden een aantal workshops, we gaan nog een aantal dingen doen, maar ik wil ook wel jullie tijd respecteren. We waren gezegd dat toch ongeveer rond 3 uur te eindigen. Dus we gaan toch een beetje, de twee moeten een beetje schipperen. Er zijn al een aantal aanpassingen gebeurd. Het is niet dat we eigenlijk van nul moeten beginnen. Donc, il y a déjà certains changements qui ont eu lieu. Par exemple, la présence, ils ont déjà diminué le quotum de la présence. Aussi, la diminution de la fréquence des réunions. Donc, il y a pas mal de clubs qui ont passé de 4 réunions à 2 ou qui ont changé les horaires en disant, OK, on a entendu encore ce matin, OK, venir les midis pour les jeunes professionnels, c'est assez difficile. Voilà, on en fait peut-être 2 midi, 2 le soir. Donc là, les clubs ont quand même déjà trouvé des solutions. Et il y a bien sûr des nouveaux types de clubs. Où tu as le club satellite, tu as des online clubs, j'en oublie certainement. Mais donc, la réflexion est déjà là, donc on est déjà en chemin. Ce n'est pas qu'on doit tout commencer maintenant, il y a déjà un chemin et voilà où on va. Il y a aussi la flexibilité dans le membership. Là, c'est apparu dans le Maand magazine van Rotary, waar je uitleg hebt over al deze memberships, maar er zijn toch al heel wat verschillende. Sommige misschien beter of minder bekend voor jullie, zoals geassocieerd membership, een corporate membership, waar het eigenlijk het bedrijf is die het membership heeft, en waar dan verschillende mensen van dat bedrijf naar de vergaderingen kunnen komen. Duo membership. Een project membership, waar je echt op een project gaat werken. Passport membership, waar je, heel interessant voor mensen die heel veel reizen, waar je eigenlijk lid kan zijn, niet van één specifieke, maar waar je op bezoek gaat bij meerdere, maar in een andere vorm dan dat je nu eigenlijk gewoon op bezoek gaat. En het family membership, waar misschien niet zo vaak over gesproken wordt, maar waar we vandaag toch wel een getuigenis hebben rond het family membership. Would you introduce? Yes, if you would like. So at this point, we'd like to introduce Herman and Kim, if they will come forward and give us their testimonial. Alors, pardon, je devais continuer en français. Should you give them the microphone? Alors, si vous pouvez nous faire un petit peu de votre témoignage sur le sujet de la famille. Je préfère tout d'abord de me présenter. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Herman Stemmer. Je représente le Rotary Club Antwerpen Métropole, où je suis thésaurier depuis quelques années. Pour situer en deux mots le club, il s'agit d'un club, on peut le dire, florissant. On est 54 et l'âge moyen du club est aussi plus ou moins autour de 54. Donc, et non, je ne suis pas le jeune professionnel qui a été demandé de passer quelques mots. Donc, je crois que le jeune professionnel se trouve ici à côté de moi-même. Je propose que Kim se présente aussi. Voilà, bonjour. Je m'appelle Kim. Je suis présidente de Rotaract Antwerpen Métropole. Le Rotaract Antwerpen Métropole existe environ 4 ans maintenant. Et nous sommes avec environ 20 membres ou quelqu'un. Donc voilà, merci. Voilà. Wil je misschien een aantal vragen stellen? We zullen misschien beginnen met papa. Dan kan papa straks ook zo niet reageren op de antwoorden die jij geeft. Dat is een beetje. Dus papa, wat was de motivatie voor jou om Rotariër te worden? En hoe sluit dat eigenlijk aan bij jouw persoonlijk engagement in je leven? Ik ga het proberen kort te houden. 8 jaar geleden ben ik lid geworden van Rotary Club Antwerpen Metropool. En zoals misschien bij velen van jullie, per toeval. Mensen die elkaar spreken, wegen die elkaar kruisen. En mijn huidige Peter, Rotary Peter, heb ik op een bepaald moment ontmoet. We zijn in dialoog gegaan en hij is op het moment dat we aan het spreken waren, ik moet zeggen, dat zal ik nooit vergeten, meer dan een uur dat hij over Rotary heeft gesproken. Nu, op dat moment, moet ik eerlijk toegeven, Rotary was voor mij een relatief vaag begrip. Ik had des préjugés, heel duidelijk, ja, vooroordelen. Dankjewel. Gentlemen's Club voor
onder vrienden. Nu, ik ga het kort houden in die zin. En ik zei een beetje, ja, ja, is dat wel iets voor mij? Ik ben op een bepaald moment, en dat is de connectie met Rotary onmiddellijk, had hij mij uitgenodigd om een meeting bij te wonen van het district, waaruit een video getoond is, gewerkt over Rotary Foundation en alles wat daar rond te maken heeft. Die avond vergeet ik ook nooit. Die heeft me geëmotioneerd, die heeft me gepakt. En de avond zelf heb ik naar mijn dan huidige Peter gebeld om te zeggen, ik word Rotary lid. Niet alleen omwille van de vriendschap, niet alleen omwille van de networking, maar ook omwille van het maatschappelijk engagement. En voilà, sinds 8 jaar. Hoe dat het aansluit met mijn persoonlijk leven. Ik spreek nu voor mij, maar misschien kunnen jullie het herkennen. Sociaal engagement voor mij is een heel belangrijk iets in mijn leven. In verschillende aspecten. Ik ben jaren ben ik geëngageerd geweest in de grootste voetbalclub van Vlaanderen voor jongeren. 800 jongeren en jong adults. Waar ik 5 jaar voorzitter van ben geweest. Dit is fascinerend, maar te zien hoe dat jongeren door middel van sport zichzelf kunnen ontplooien, vriendschapsbanden smeden, uiteindelijk en in vele gevallen vrienden voor het leven worden, echt een fantastisch ding. Ook professioneel heb ik 4 jaar geleden een major stap gezet. Ik heb 27 jaar voor in de financiële sector gewerkt, niet bij Deutsche Bank, maar bij Triodos Bank. Misschien dat een aantal van jullie Triodos Bank kennen. Ik ga geen reclame maken hier, dat zou niet gepast zijn voor Triodos Bank. Maar de bank is een middel om wat? Om positieve maatschappelijke verandering tot stand te brengen. Een middel, niet een doel op zich. En wij engageren ons in alles wat wij doen, rond thema's zoals milieu en klimaat, social inclusion, heel belangrijk voor ons, en alles wat met food en agriculture te maken heeft. Dus dit is een heel bewuste keuze van mij, omdat ik weet dat elke beslissing die ik elke dag neem, op een of andere manier positief bijdraagt tot een betere wereld. En ik denk dat wat wij proberen te doen met Rotary, dat daar perfect bij aansluit. Ja. Ik weet niet of dat het een antwoord is op je vraag. Absoluut. Al voor mij toch, ik hoop voor jullie ook. Ik denk het wel. Nog een klein vraagje. Wat zie je zelf als grote uitdagingen voor jouw club? Want het is echt een heel florisserende club. Dus ik denk dat een heel aantal van jouw ideeën straks in de workshop zeker aan bod kunnen komen. Ja, voor mijn club, ik denk dat daar voldoende leadership aanwezig is. Want uiteindelijk is het thema hier gaat uiteindelijk over community leadership. Community, misschien 2 woorden over die een paar dingen die ik met jullie wil delen rond mijn inzichten rond community en dan kom ik terug naar uw vraag. Rond community en leadership. Community heeft verschillende dimensies. Voor mij community is mijn familie, community is onze club. Community zijn de organisaties waar dat de club met verbonden zijn. Community is ook het district, is Rotary International. Dus er zijn verschillende dimensies die we moeten proberen allemaal, aandacht voor te besteden. Leadership voor mij, we hebben juist een presentatie gekregen waar dat zeker en vast een aantal elementen in zitten die ik daarin herken. Maar leadership voor mij is in eerste instantie mensen verbinden. Mensen bij elkaar krijgen, mensen verbinden. Om van daaruit te motiveren, te mobiliseren, het beste uit de mensen te krijgen, vuur in de club te krijgen en de competenties, want we hebben over de verschillende professies, of de verschillende, niet professies, maar de verschillende beroepen gesproken die aanwezig zijn. Elk van die competenties proberen zoveel mogelijk te leveragen en daar ook weer om terug te vallen op voor wat? Om uiteindelijk ten dienste te staan van voor een betere wereld. Maar in ieder geval mensen verbinden. Een club is niet een som van individuele leden. Je spreekt over een community van zodra dat die verschillende leden met elkaar samen voor een gemeenschappelijk doel staan. Dit eventjes terzijde. De uitdaging voor de club.
Algemene, ik denk dat er toch nog werk is. En dan kijk ik in eigen boezem. De connectie met district, de connectie met Rotary Foundation, denk ik dat waar dat Triodos, waar dat Rotary voor staat, nog onvoldoende, dat er nog onvoldoende awareness rond is binnen in de club. Nu, het is een vrij jonge club, dus het geeft allemaal een beetje tijd. Maar ik denk dat, zeker voor de komende besturen, daar nog een heel stuk werk af te leggen is. De tweede, maar dat is dan een technische, en dat heeft niet onmiddellijk met het thema van vandaag te maken, maar we zijn aan, met een snelheid van 200 per uur aan het werken om zo snel mogelijk dus de Rotary Club, onze Rotary Club, naar een VZ2-statuut te brengen. Dank u wel. We zien ook que votre fille a suivi quand même votre bon exemple. Est-ce que vous en êtes fier et est-ce que ça fait partie, depuis qu'elle est jeune, de lui donner aussi ses valeurs? Qui suis-je comme papa pour dire que je suis pas fier de ma fille? Je suis extrêmement fier de sur Kim, absolument. Ce qu'elle fait, ce que je veux partager avec vous, c'est que aussi au sein, non seulement au sein de Rotaract Antwerpen Métropole, mais aussi de Rotary, qu'elle a beaucoup d'énergie et beaucoup de, comment dire, des convictions à partager avec tout le monde et elle fait ça très bien. Merci. En Kim, nu de waarheid. Nee, nee. Was uw papa uw inspiratiebron? Ja, ik denk dat sowieso eigenlijk de lijn van Rotary gewoon eigenlijk doortrekt naar, staat die aan? Ah. Ja. Naar mijn opvoeding in het algemeen. Ja, sowieso hard werken, maar u inzetten voor andere mensen, dat behoort sowieso tot mijn opvoeding. En ja, sociale contacten, zoals mijn papa al zei, ik denk dat dat super belangrijk is voor een goede ontwikkeling. Dus ja, op die manier toch zeker en vast. Zou je andere ouders ook aanraden om van... Betrek je kinderen ook daarbij, neem dan mee, deel op, want inderdaad is iets dat je meegeeft, maar ook voor jouzelf. Ja, ik denk het wel. Wij hebben net, omdat ik heb net gezien dat jullie toch wel merken, dat het, we hebben onlangs bij onze vergadering ook de vraag gesteld waarom bij Rotary of Rotaract. Wij hebben het bij onze club zelf redelijk moeilijk om mensen bij elkaar te zoeken en te komen elke keer. Toch denk ik echt dat het effectieve meerwaarde is. Zeker, ja, ook al daar begin ik weer over de ontwikkeling toe. We hebben hele drukke agenda's, de jeugd van tegenwoordig. Iedereen, of de jongeren die hier zitten, zullen dat wel herkennen. De ouderen waarschijnlijk ook. Maar als ik een vergelijking moet maken met de jeugd van nu, en dan denk ik mijn ouders vroeger, dat er toch een heel groot verschil is. Moeten eigenlijk meer plaats gaan vrijmaken in de agenda, terwijl dat ze hun sociale verplichtingen ook al hebben. Het is iets waar ze ook, denk ik, een beetje voor out of the box moeten komen, niet te veel in hun habitat. En ik denk, na carrière later toe, dat dat superbelangrijk is, dat je uit je comfortzone kan komen. Dus ik denk dat dat een enorm goede leerschool kan zijn en dat dat daarom voor ouders echt heel goed is om te adviseren om dat toch te kunnen doen. Ook als jongeren de tijd willen nemen om zich ook in te zetten voor goede doelen naast hun grote sociale verplichtingen, dan, ja, dan denk ik dat je daar heel goed mee bezig bent en heel goed verder komt. Et on va en parler tout à l'heure, la transition entre les Rotaract et le Rotary. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui pourrait te convaincre de faire ce passage? Parce qu'on voit que là, on perd quand même pas mal. Allez, on perd. Il n'y a pas énormément de Rotaractiens qui viennent dans le Rotary. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre pour faire cette transition? Ok, donc je pense que des personnes qui sont dans le Rotary, qui ont beaucoup d'expérience dans leur travail et dans leur carrière, mais aussi pour ja, inzetten voor goede doelen. Donc, je pense qu'on peut, ja, heel goed, on peut apprendre beaucoup de lui. De le, ja, Nederlands en Frans, het kan allebei.
Dus ja, ik denk dat we gewoon heel veel kunnen leren nog daarvan. En heel veel positieve en negatieve punten kunnen krijgen. Ik denk één belangrijk negatief punt, en dat zie ik zelfs bij ons in de Rotaract al, dat lidgeld een grote drempel zou zijn. Toen ik de eerste keer hoorde van mijn vader, verschoot ik echt enorm. Dus en ja, bij ons is het dan niet zo heel veel. En toch hebben we moeite om het soms van onze leden te vragen. Sommigen zijn dan nog studenten ook, dus daar is een beetje soms het probleem. Maar dat gaan we zeker meenemen in onze workgroup vandaar. Dan wil ik jullie van harte bedanken voor jullie komst en jullie getuigenis. Voilà. We are on the road to change. We zijn de weg al ingeslagen, zoals je gezien hebt. Er zijn al heel wat veranderingen gebeurd. Maar we zijn er uiteraard nog lang niet, want anders zouden we hier ook vandaag niet samen zitten. En zou het alleen maar de Good Man Show zijn en zouden we vieren dat we enorm veel leden hebben, dat alles goed gaat. Dus, maar we zijn onderweg. Malheureusement, il n'y a pas un silver bullet qui va résoudre tous les problèmes. Allez, tous les problèmes. Tous les défis qu'on a. Er is niet echt één silver bullet. Het gaan verschillende dingen zijn waar we gaan op moeten werken. Maar ik kan jullie vandaag jammer genoeg niet zomaar de oplossing gaan aanreiken. Maar, qui comprend cette photo? Ça signifie quoi, ceci? On en a déjà parlé. Quelqu'un a une idée? C'est en fait le potentiel des rotaractes qu'on fait passer entre nos doigts tous les jours. Parce qu'il y a le potentiel. Il y a déjà énormément, comme Kim m'a expliqué, des jeunes qui sont là, qui partagent nos valeurs, mais qui font, pour, d'une raison ou d'autre, pas le transfert vers Rotary. Pas tous, hein, mais il y a un énorme potentiel là. Et ils sont là. Donc c'est en fait un quick win qu'on a. Donc le Rotaract, ça veut dire quoi? Rotaract is de afgelopen jaren wereldwijd enorm gegroeid en is officieel is officieel partner ook van Rotary. En is, zoals we in Nederland zeggen, echt een kweekvijver voor Rotary. Het volstaat, is eenvoudig gezegd uiteraard, hen naar Rotary te laten komen. Et encore un deuxième, c'est les women's professionals ou des jeunes, ils font partie du même. Deux challenges en nombre, on voit qu'il y en a encore très peu, et la position qu'ils prennent dans Rotary. Ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on va vous pousser en disant « il vous faut des femmes, il vous faut des femmes », absolument pas, mais je pense qu'il y a aussi des femmes d'une profession qui zeker un goed lid kunnen zijn. Ils ne sont pas tous si chiantes que moi. Ils ne parlent pas tous autant que moi. Vous pouvez avoir confiance. Il y en a d'autres. Mais er zijn er gewoon heel veel. En als wij ze bij Rotary niet gaan binnenhalen, gaan de andere serviceclubs het wel doen. Dus daar zijn eigenlijk twee quick wins die we hebben. Aan de ene zijde de Rotaractors. Aan de andere kant jonge professionals of zelfs jonge vrouwelijke professionals. We hebben ze eigenlijk beide. Om eventjes dieper in te duiken bij die Rotaractors, daar spreken we echt over millennials. Ils sont nés entre 1984 en 1996. En daar 77% van die mensen wil echt wel betrokken worden bij iets goed doen, iets terugdoen voor de gemeenschap. Een van onze waarden. 66% zoekt coaching. Et quand vous regardez dans la salle, ici même, il y a énormément d'expertise dans cette salle. Donc ce serait quand même dommage de ne pas partager ça avec les membres ou des futurs membres plus jeunes. Là, vous avez un rôle énorme à jouer, c'est de passer votre connaissance, et là je ne parle pas uniquement du Rotary, hein, de votre connaissance professionnelle, votre expérience professionnelle, à partager avec ces jeunes, parce que sinon à quoi ça sert toute cette expérience, si vous ne pouvez pas le passer à quelqu'un d'autre. Er is één kleine downside, effectief, en daar had Kim het ook al over, heel wat leden verlaten de club omwille van de kosten. Ou il y en a aussi qui ne rentrent même pas dans le club parce que les frais sont quand même assez élevés. Donc quelques chiffres du Rotaract, c'est les membres. Donc il y en a 256
dans le district 1630, 296 dans le 21-70 et dans le 16-20, il y en a 620. Donc là, vous voyez quand même le potentiel qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui partagent nos valeurs, qui sont là et qui veulent en fait, un, faire du bien pour la société et avoir ce coaching. Donc là, je pense qu'il y a un win-win pour tous les deux. Si on regarde au niveau des femmes dans le Rotary, c'est une carte du monde. Quand vous voyez ici Europe, pourtant quand vous voyez même Africa and Middle East 32, Europe 18, il y a quand même un peu de boulot. Et quand vous regardez même au niveau des clubs, on fait pas mal, 26%, un sur trois. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre des quotas, qu'on veut absolument que la moitié des femmes aient président. Ça, ce n'est pas, mais vraiment pas le but, mais c'est de dire eux aussi, ils ont du potentiel. Donc, quand vous voyez le plus haut, mais dans ce dessin, le plus bas sur l'échelle, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Ils ont certainement aussi les capacités de remplir ces fonctions. Donc, voilà, un petit workshop. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même consacrer 5-10 minutes dans le workshop. Il y a beaucoup sur le slide, je sais, mais c'est des questions que je vais laisser là. On les a en néerlandais et en français. Donc, il y a peut-être la moitié de la salle comme ça, à gauche, qu'on pourrait demander de travailler sur tout ce qui est peut-être les membres femmes, les jeunes professionnels. Comment est-ce qu'on peut augmenter des membres donc, féminins, jeunes professionnels? Donc, on ne va pas faire le partage entre les deux parce que ça ne sert à rien, parce que c'est deux cibles. Et je pense que l'approche peut être à peu près la même chose. Donc, il y a des questions. Est-ce que votre club a un programme spécifique pour attirer ces cibles-là? Si oui, quoi? Sinon, peut-être pourquoi pas? Il y a peut-être des raisons, pourquoi pas? Est-ce que votre club est prêt à recevoir? Et là, à nouveau, ce n'est pas le but qu'on va convaincre les clubs aujourd'hui qui ont uniquement des hommes d'accepter des femmes. Ce n'est pas du tout le but de cet après-midi. Là, c'est juste de voir, OK, il y a des potentiels, comment est-ce qu'on peut attirer en fait, ce potentiel. Et je demande peut-être l'autre côté de la salle, om te werken rond Rotaractors. Van inderdaad, van heeft jouw club vandaag een Rotaract-club? Ja, nee, waarom niet? Zou jouw club geïnteresseerd zijn in zoiets? Hebben jullie contacten met Rotaractors? Wat doet jouw club al iets om die Rotaractors te overtuigen om naar Rotary te komen? Dus gewoon een aantal vragen. Er zijn een aantal flipcharts. Ik zou zeggen, misschien in groep per tafel of als jullie met iets grotere groepen willen gaan samenzitten. Schrijf gewoon even jullie gedachten op die we dan kunnen meenemen. Want eigenlijk wat we eigenlijk willen gaan halen als uitkomst van deze dingen, van kijk... We weten, samen met jullie gaan we misschien al een heel aantal ideeën hebben, maar we hebben zeker vandaag nog niet alle oplossingen, absoluut niet. Maar ik denk wel, als we er samen aan werken, dat we wel eigenlijk voor een hele mooie toekomst van Rotary kunnen zorgen. Maar we zullen inderdaad wel moeten zien van hoe en wat gaan we dat doen. Et pour ça, on aimerait créer deux groupes, pas aujourd'hui, mais pour après aujourd'hui. Donc deux groupes de travail. Qu'un va travailler sur les Rotaractes, c'est comment faire la transition entre les Rotaractiens et le Rotary, et en même temps des jeunes professionnels, parce que c'est un peu le même cible. Et puis donc d'un autre groupe, donc on How Advancing Women in Leadership, qui est donc au niveau international un des points. Donc comment activer les femmes plutôt de venir dans des clubs et de prendre des positions dans le district. Donc ça, c'est un peu les deux groupes qu'on veut mettre après. Mais d'abord, j'aimerais bien vous demander pendant 5-10 minutes d'une fois réfléchir et de partager ce que votre club fait déjà, pourquoi oui, pourquoi non, et comme ça, on peut rassembler toutes les idées après. Yes, no. Donc il y a 1, 2, 3 flipcharts de ce côté, 1, 2, 3 de ce côté-là. Donc il n'y a pas de bonnes réponses, il n'y a pas de mauvaises réponses. C'est juste des réflexions.